Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Dankjewel voor het liken, voor het delen en natuurlijk ook jullie massale steun op dit kanaal, maar ook op mijn tweede Engelstalige kanaal en op mijn Boogschutter en Tweelingenkanaal. Middels al die nieuwe abonnees. Super lief, dankjewel voor jullie steun. Heb je het nog niet gedaan, zeker doen. Ik heb nog wat abonnees nodig, zodat ik nog meer gratis readingen daar kan gaan posten. Op dit moment is dat nog beperkt tot 1. Mijn Engelstalige kanaal zit al op 200 readers. Dus dan mag ik er 2 gaan plaatsen. En bij 1000 readers heb ik de volle vrijheid. Dus ondersteun mijn kanalen nog als je dat nog niet hebt gedaan. Het is gratis en vrijblijvend. Wat mogen wij weten voor vandaag voor het collectief? Ik gebruik de Oshun Zen Tarot en gewone tarot. Als ik iets mocht verklaren, of moet verklaren, zo moet ik het zeggen. De meeste van jullie weten dat ik een intuïtieve reader ben. Dus dat ik alles doorgechanneld krijg. En dat ik alleen maar de kaarten gebruik, indien nodig, om de diepte in te kunnen. Wat mogen wij weten, spirits and guides? Oké, ik moet de energy cleansen. Zo, een zwarte kaart. Doe maar. Ja. Heel duidelijk. Dit is het verleden. 3 kaarten voor het verleden. Ik heb het gevoel dat je in een situatie zat waarbij je niet wist of je voor, achteruit moest. Je zat eigenlijk gevangen. Want je wist niet waar je aan toe was. Dat kan zijn op het werk, dat kan zijn in de liefde, dat kan zijn in een vriendschap. Dit is iemand, dat is een smooth talker. En die wilde gewoon totaal geen verantwoordelijkheid nemen. En had jou dus op die manier onder controle. En ik denk dat jij op bent gekomen voor jezelf met kaart 5. Er is wat veranderd in deze connectie. En je ziet hier dus 2 soorten. Je ziet hier die bamboe en je ziet hier die barst. Dat noem je toch een barst, hè? Van een boom, de buitenkant van de boom. En je hebt getoond dat jij steviger bent. Jij bent die bamboe, jij bent steviger dan deze harde barst van de boom. Dit is de poot die de ander stijf hield en jij bent met die bamboe. Een bamboe is kei en keihard, maar ik voel ook flexibiliteit en ik zie zelfs met de groen liefde en vooral veel zelfliefde. En ik denk door zelfliefde en flexibiliteit heb je deze tij gekeerd. Wat het dan ook was, want ja, het is een algemene reading, kan van alles zijn. Waar staan we nu? Want dit was het verleden, waar staan we nu? Je hebt dus een compromis gesloten waar jij mee kan leven. Dat is al veel beter dan dat je niet weet waar je staat. Dus dat is heel goed. Ook weer die zelfliefde kaart, hè? 6 staat voor liefde en zelfliefde. Een compromis gesloten, wat nog meer. Dat heeft veranderingen teweeg gebracht. Ik heb het gevoel dat je nooit durfde op te komen. Kan zijn tegen deze baas, manager. Kan ook op persoonlijk vlak zijn. Dat je je angst hebt overwonnen door in het openbaar te spreken. Iemand tegen te spreken, nee te zeggen. Kan ook in een relatie zijn. En je hebt gewoon eigenlijk niets meer of niets minder gedaan dan gezegd van we zetten onze beide schouders eronder. En je hebt daarmee dus een zware last van jezelf afgegooid. Want jij moest het eerst alleen doen of dat gevoel had je in ieder geval. En nu gaan jullie het samen oppakken. En doet die ander dat niet,
dan ben je weg. Dus dan is of de vriendschap over, of de relatie is over, of je gaat op zoek naar een andere baan. Wat mogen wij weten voor de toekomst? Wat heeft dit voor vruchten afgeworpen? Wat mogen wij weten voor de toekomst? Jij bent sowieso meer in controle van jezelf. Ying en yang wordt hier netjes bij elkaar gehouden met beide handen. Betekent dat jij een hele belangrijke les hebt geleerd, dat je voor jezelf durft op te komen. Dit was een hele moeilijke les. Dus nou je dit overkomen bent, heb je duidelijk laten zien dat jij die balans terug hebt. Dus je zult dit ook veelvuldiger, veel vaker gaan doen in andere situaties. Dus deze cyclus heb jij veranderd, sowieso. Een persoonlijke overwinning, heel mooi. Wat mogen wij nog meer weten voor de toekomst? Kan zijn dat wat jou in zijn greep hield, dat dat conditionering is. Dus kan zijn dat dat van generatie op generatie al was, dat jij altijd je zwak hebt gevoeld, hè, die schaap. En je ziet dat je hebt je losgemaakt, je hebt je angst overwonnen. Prachtig. En wat mogen wij nog meer weten voor de toekomst? Dat je ook weet om te gaan met mensen die net als de mensen in de politiek, hè, mensen kunnen, de mensen in de politiek kunnen altijd heel mooi een verhaal houden met een dubbele bodem, niet het ware gezicht tonen, praten, maar uiteindelijk geen antwoord geven. En ik denk dat je deze mensen nu ook doorziet en deze mensen ook nu durft. Ja, eigenlijk te confronteren en op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Onderaan het dek hebben we nog flowering, betekent dat je helemaal tot bloei komt nu dat je deze cyclus hebt beëindigd. Dus dat is geweldig, heel mooi. Wat mogen wij weten voor, nou met name de toekomst, hè, als dit. Als dit jouw verhaal is, wat mogen wij weten voor de toekomst? Betekent een nieuwe start. En ik heb het gevoel met die Aas van Munten een hele stabiele start. Betekent dus dat je je nooit meer dat je nooit meer in dergelijke situatie komt. Dus dat is heel erg mooi. Nou, ik leg deze wel hier neer. Wat mogen wij weten over conditionering? Het kan goed zijn dat er goed nieuws binnenkort naar je toe komt. Dus dat je nu wel serieus wordt genomen door je werkgever. Dat je nu wel medewerking gaat krijgen door vrienden of door je partner. Maar dat je ook controle nu uitstraalt over jezelf. Dus dat je ook niet meer door wie dan ook over je heen laat lopen. En jij bent die magier nu. Ja? Jij weet precies hoe je die staf, dat zwaard, die beker en die munt, die pentakel, hoe je die kunt inzetten in je eigen voordeel, in dit geval ten gunste van jezelf, om verder te kunnen groeien. Dus dat ziet er heel mooi uit. Mag ik nog een laatste advies op deze legging? Je hebt duidelijk een beslissing genomen omdat je in een impasse zat en daar heb je je dus uit bevrijd. Door zelfliefde, zelfvertrouwen, ben je voor jezelf opgekomen. En je hebt je angsten uitgesproken met deze acht van staven, waardoor er dus vooruitgang of in ieder geval beweging komt. En je hoeft dus niet meer bang te zijn zoals je vroeger was met die vier van munten, dat je je inhoudt, dat je dat wat een ander doet maar tolereert en inslikt. Dat is verleden tijd. Je bent tot bloei gekomen, deze mooie bloesem.
Je bent door die modder heen gekropen. Dat is het verhaal van natuurlijk van de lotus. En nu heb jij dus het helder. En je ziet hier ook dat hele mooie helder water. Je gaat ook uiteindelijk begrip krijgen met understanding. Je hebt je bevrijd uit dat kooitje, hè, die angst. En je was bang om alleen te zijn of alleen te staan of niet gehoord te worden, hè, met al dat donker. Maar ik denk, wat het dan ook was, je hebt die stap gezet in de goede richting, die aas van munten. En dat biedt mogelijkheden. Kan zijn dat je de boel hebt opengegooid, opengebroken hebt. En nu is het aan de ander. En als het op het werk is, krijg je misschien medewerking. Of krijg je nu uiteindelijk wel die promotie. Omdat je voor jezelf hebt durfd op te komen. Voor anderen is dat je serieus wordt genomen in vriendschappen. Misschien zelfs wel in een relatie. Omdat jij voor jezelf duidelijk die grenzen hebt aangegeven. Het is een adelaar. Je kijkt van bovenaf naar beneden. Je hebt nu duidelijk het plaatje. Je weet hoe het spel gespeeld wordt. Je zal nooit meer hiervoor vallen. En duidelijk je grenzen stellen. Dus dat is heel erg mooi. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.